Welkom hier in het Europees Parlement in Brussel. De Europese Unie geeft elk jaar vele miljoenen euro uit aan propaganda, waarin gezegd wordt dat de Europese Unie alleen voordelen heeft voor de burgers. Alle Vlaamse politieke partijen gaan daar kritiekloos mee akkoord. Alleen het Vlaams Belang is eurokritisch. De partij gaat daarom de volgende weken campagne voeren om de aandacht te vestigen op deze nota, een geheime nota van de EU zelf, waarin wordt toegegeven dat de zogenaamde gemeenschappelijke bewaking van de buitengrenzen een totale mislukking is. Ik leg daarover graag wat vragen voor aan Europees parlementslid Philippe Claeys. Philippe, welkom. Philippe, met een advertentiecampagne willen jullie dus de aandacht vestigen op deze nota. Wat is dat juist voor een nota? Wat staat daar precies in? Wel, het is een vertrouwelijk document van drie verschillende instellingen, agentschappen van de Europese Unie, Europol, Eurojust en het grensbewakingsagentschap Frontex. Vertrouwelijk document over de interne veiligheid van de Europese Unie, dat dateert van mei van dit jaar. En dat ook niet bedoeld was om uit te lekken, want het is op internet verschenen en wij hebben het proberen onder de aandacht te brengen, maar merkwaardig genoeg bestaat hier weinig aandacht voor in de pers, hoewel daar toch wel een aantal zeer opmerkelijke zaken in staan. Het blijkt eigenlijk uit die nota dat gans het systeem van Schengen, dat betekent dat de controle aan de buitengrenzen nog altijd bestaat, maar dat de controle aan de binnengrenzen bij de meeste landen van de Europese Unie niet meer bestaat. Tegenover moet natuurlijk staan dat die buitengrenzen bewaakt worden en hier wringt het schoentje. Dat blijkt een totale mislukking te zijn, aangezien in deze nota voor het eerst eigenlijk zwart op wit vermeld staat dat er per jaar ongeveer 900.000 illegale vreemdelingen binnenkomen van buiten de Europese Unie. Ja, 900.000 illegale vreemdelingen per jaar, tja, dat is werkelijk een enorm cijfer. En zoveel illegalen die binnenkomen, dat is natuurlijk slecht voor de hele Europese Unie. Hoeveel komen er daarvan eigenlijk naar Vlaanderen, naar België? Wel, het is natuurlijk moeilijk om te zeggen, aangezien alles zich afspeelt in de illegaliteit. Maar als we ervan uitgaan dat België ongeveer 7% van het totale aantal asielzoekers opneemt in de Europese Unie, dan kunnen wij dat cijfer extrapoleren. En dan komen wij op een getal van 63.000 illegalen die dus elk jaar binnenkomen. 63.000 illegalen, dat is ongeveer de totale bevolking van een middelgrote stad als Genk, die erbij komt dus elk jaar in Vlaanderen, in België. Dus in het dichtstbevolkte land in de Europese Unie eigenlijk. En dit moet echt wel stoppen. Dit is een enorm cijfer. En mogen we daar dan een band zien met de huidige asielcrisis, waardoor België en in het bijzonder Vlaanderen momenteel overstroomd wordt met asielzoekers en vreemdelingen die komen aankloppen bij de OCMW's? Ja, er is natuurlijk een band. Veel van die illegale vreemdelingen die via een ander land binnenkomen in de Europese Unie vinden uiteindelijk hun weg naar België, omdat België ongeveer de meest lakse aanpak heeft van illegalen in de hele Europese Unie. Er is ook die massale collectieve regularisatiecampagne bezig. En dit heeft natuurlijk ook weer op zich al een enorme aantrekkingskracht op nieuwe potentiële illegale vreemdelingen. En daarbij komt dan ook dat er eigenlijk geen enkel effectief uitwijzingsbeleid bestaat. Nog in België, nog op het niveau van de Europese Unie. En daardoor worden de problemen alleen maar erger. Ja, dat zijn spectaculaire cijfers en dit is toch wel een verbijsterend rapport. Ik neem aan dat er daarover dus stevig gedebatteerd zal worden in het Europees Parlement en dat onze media daar toch wel enige aandacht zullen aan besteden. Nu, dit is juist het opmerkelijke. Men zou denken dat zo'n nota die eigenlijk het falen van de Europese Unie blootlegt, dat die nota het voorwerp van een grote discussie zou worden, van een debat ten gronde over het hele functioneren van de Schengenruimte, van de bewaking van de buitengrenzen van de Europese Unie. Nu, zo'n debat heeft tot nog toe niet plaatsgevonden. Integendeel, men blijft gewoon verder gaan op de weg die men ingegaan is en men voert een altijd maar laksere politiek ten opzichte van asiel en immigratie. Een recent voorbeeld is het feit dat hier in het Europees Parlement het principe is goedgekeurd dat mensen uit Albanië voortaan geen visum meer nodig hebben om de Europese Unie binnen te komen. Daar waar in die Frontex, Europol en Eurojust nota juist staat dat Albanië een draaischijf is
en een transitland voor illegale immigratie, voor mensenhandel, voor wapenhandel, voor drugshandel. Dat er een gigantisch probleem van georganiseerde criminaliteit bestaat in dat land. En wat doet men in plaats van de controles nog strenger te maken? Gaat men de deuren wagenwijd openzetten? Dit is ongelooflijk. En ik moet erbij zeggen dat alle partijen, alle traditionele partijen, dat principe goedgekeurd hebben, inclusief de N-VA. Ja, en is er dan eigenlijk nog hoop om het tij te keren? Wel, de zaken staan er niet zo gemakkelijk voor, inderdaad. Maar er is wel degelijk hoop. We zien dat er toch wel een groeiend verzet is bij de publieke opinie. En dat vertaalt zich in de verkiezingsuitslagen in verschillende landen in de Europese Unie. Ik denk aan de recente verkiezingssuccessen van de Zweedse Democraten, van de Liga Nord in Italië, van de FPÖ in Oostenrijk, van de Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders in Nederland, enzovoort. En wij hebben onlangs op een bijeenkomst in Wenen samen met een aantal van die partijen afgesproken om samen op te treden in een aantal dossiers. Met name gaan wij een petitiecampagne opstarten binnenkort om een referendum af te dwingen over de mogelijke toetreding van Turkije, wat op zich ook een gigantisch potentieel immigratieprobleem zou kunnen veroorzaken. Dus wij gaan daar actie voeren. En het is zo dat wij de strijd niet alleen meer voeren in Vlaanderen, voor een Vlaams Vlaanderen, maar dat wij ook op het Europese vlak de strijd gaan aangaan met een aantal bevriende partijen, omdat Europa het asiel- en immigratiebeleid altijd maar meer naar zich toegetrokken heeft. Dankjewel, Philippe, voor deze toelichting. De advertentie van Vlaams Belang ziet u de komende weken in tal van publicaties. En de geheime nota zelf kan u lezen op de website www.europeesnieuws.eu. Bedankt voor het kijken en tot een volgende keer.